meesten van jullie weten dat we in een serie bezig zijn. Keep it simple, hou het simpel. En ik heb vandaag ook iets bedacht wat het volgens mij heel simpel kan houden. En ik noem het onze geestelijke EHBO-kit. Dus vandaag ga ik jullie iets meegeven om je geestelijk fit te blijven en gaand voelen. En het is heel grappig, ik geef hier de preek, maar mijn man die leest natuurlijk ook boeken en die zoekt altijd hele goede filmpjes op. Dus de helft van de preek heeft hij ook gewoon aan meegeholpen. Maar dat doet een goed huwelijk, toch? Dus hij is ook een boek aan het lezen van Ben Tichelaar en dat is een gedragswetenschapper. En daar stond iets heel moois in. Die zei, niet je capaciteiten, niet je doelen, niet je plannen, maar je dagelijkse acties bepalen wie jij bent. Je kan nog zoveel plannen hebben, nog zoveel capaciteit, nog zoveel doelen. Maar wie jij echt bent, hoe je leven eruit ziet, dat heeft alles te maken met je dagelijkse en wekelijkse acties. De dingen die je echt doet. En als je daar verandering in wil aanbrengen, als je dat beter wil maken, zit dat ook in je dagelijkse en wekelijkse acties. Dus ik dacht, het is misschien goed om daar naar te kijken. En daarom heb ik het EHBO-kit genoemd. Je eerste hulp voor een goed basisvol leven. En we beginnen dan natuurlijk bij de E. EHBO. Dan kan je ook al uitrekenen hoeveel punten ik ongeveer zou hebben. En hoeveel letters er aan bod zullen komen. Maar ik dacht, het is hou het simpel. Dan kunnen jullie het allemaal volgen. En dan gaat het helemaal goed komen. Dus ik begin bij de E. En dat is dus meteen punt 1. De eerste is niet de eerste hulp, maar eerst God. Ik geloof dat het belangrijk is om eerst God te zoeken. En ik praat natuurlijk tegen de mensen die dat al begrepen, want daarom zitten jullie hier. Jullie zitten hier op zondag en misschien zit je hier niet, ben je ingetuned via livestream of wat dan ook. Ook dan maak je prioriteit om, weet je, eerst met God te beginnen. En als je kan komen, vinden we dat altijd geweldig. Maar als het niet kan, zijn we heel blij dat je dat op die manier doet. Maar ik geloof dat het eerste wat belangrijk is, is eerst God. En dat is dus het eerste punt. En ik heb Mary gevraagd van het welkomteam. Zij komt even naar voren. Want wij hebben namelijk een paar basissen in deze kerk. Waarvan we geloven, zien en weten dat die heel belangrijk zijn. Als je die tot je dagelijkse en wekelijkse acties maakt, dan kan ik je echt zeggen dat je een goed leven gaat krijgen. Want als je de Bijbel volgt en Gods principes volgt, dan wordt het steeds beter. Zo heeft God het bedacht. En we hebben iemand van het welkomteam. Dankjewel dat je in het welkomteam zit. En we hebben het overal hebben we het neergeschreven. Mochten jullie denken, het hangt daar ook op de banners. En vandaag is het ook al een paar keer langsgekomen. Misschien als je op hebt gelet in de worship. En bij het getuigenisfilmpje, bij het offer. Al die dingen komen eigenlijk steeds langs. En dat doen we expres. Omdat we weten dat dit de basis is om een goed leven te hebben. Zodat je niet om de haverklap naar het ziekenhuis moet. Dat je je eigen EHBO-kit heb. Nou, en de eerste is knowing God, weet je, eerst God, daarom begin ik daar ook mee. De tweede, finding freedom, echte vrijheid vinden, daarvoor hebben we de connectgroepen. De knowing God, daar ben je nu beland, je zit in de zondagdienst en daar hopen we en geloven we dat je God beter of voor het eerst leert kennen. In finding freedom, dat je een stapje dieper gaat in de connectgroep. En making a difference, dat jij een verschil om je heen gaat maken. Nou, dankjewel. En misschien denk je, nou ja, ik doe dat al, dus nou, dan kan ik nu weg, weet je. Ik doe dat al allemaal in mijn leven. Hartstikke goed, gefeliciteerd, hou zo. Maar ik geloof dat er altijd next steps zijn. Als jij al elke week hier komt, doe je dat dan nog vol passie en vol geloof en vol energie. Dat jij buiten komt na de kerk en dat mensen echt denken, wow, wat heeft hij of zij, dat wil ik ook. Weet je, ik geloof dat God daarin steeds verder weer gaat bouwen. En de eerste tekst die ik noem is in 1 Korinthe 15 vers 58. Er staat, because we are assured that our union with the Lord makes our labor productive with fruit that endures. Ik geloof dat daar een koppeling in zit. Als je eerst God zoekt, union with God, wil hij jou blijvende vrucht geven. Blijvende, stabiele levens. Blijvende dingen.
goede dingen in jouw leven. Want er zijn zoveel dingen in dit leven vluchtig of waar je energie of tijd in hebt gestopt en dat je denkt, waar is het gebleven? God belooft als je met hem de dingen samen doet, dat je blijvende vrucht krijgt. En ik heb nog een tekst en als je hier vaker komt, dan hoop ik dat je deze tekst kan dromen. Die staat in de Message het meest beeldend, maar hij staat natuurlijk in alle Bijbels. En daar staat, a church so expensive with energy that not even the gates of hell will be able to keep it out. Dat is Gods plan van de kerk. A church so expensive with energy. Ik vraag me af, zijn we al zo'n kerk? Ik hoop het, maar wij zijn de kerk. Dus als wij niet expensive with energy hier zijn en weer naar buiten gaan, dan heeft God nog niet bereikt met zijn kerk wat hij eigenlijk graag zou willen. En ik geloof dat we daar altijd weer volgende stappen in hebben. Kom je hier naar de kerk uit gewoonte of uit een pure passie? En dat is iets wat je kan blijven voeden. Soms denk ik wel eens, oh, daar gaan we weer en dan denk ik, nee, dit is heel speciaal. Dit is heel bijzonder. Het is niet een gewone zondag. Het is weer een prachtige zondag. Het is, hoe eigen jij de dingen toe? Eerst God, vol met passie, vol met energie. En wat ik grappig vind, zelfs in de Bijbel staat dat Jezus elke week naar de kerk ging. En dan zou je toch denken, Jezus, zoon van God, zou de kerk misschien niet echt nodig hebben per se. Ik heb de kerk persoonlijk wel echt nodig om een beetje een goed, stabiel, normaal leven te leiden. Denk ik elke zondag weer, oh ja, dat is voor mij. Nou, misschien hebben jullie dat niet. Misschien zijn jullie niet van die zondaars zoals ik. Hè? Oh nee, we zijn vrij in Jezus, hè? We zijn geen zondaars meer. Maar weet je, Jezus koos ervoor om elke week naar de kerk te gaan. Hij wist dat jouw dagelijkse, wekelijkse acties heel belangrijk zijn. En dat staat in Lucas 4, vers 16. Volgens zijn gewoonte ging Jezus op de Sabbat naar de synagoge. Ik geloof dat dat een heel goed voorbeeld is om te blijven volgen. En in Psalm 69, vers 9 of 10, ligt aan de vertaling. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. Weet je, is dat zo? Dat je zo enthousiast bent over de kerk, dat mensen echt denken, wow. Weet je, vaak zeggen mensen, ja, als je net bij God komt of net in de kerk, ja, dan ben je zo enthousiast. Dan steek je hele familie en je vriendengroep aan en iedereen denkt, wat gebeurt daar? Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is dat je dat alleen maar hebt als je net bij God komt. Ik geloof dat God wil dat je dat alleen maar meer krijgt. Dat je alleen maar meer enthousiast wordt. En ook in een huwelijk bijvoorbeeld. God bouwt zo relaties. Niet dat je de eerste weken helemaal verliefd bent en daarna het alleen maar bergafwaarts gaat. Nee, dat je eraan werkt dat het elke dag beter wordt. En elke week beter wordt. En zo heeft hij dat ook bedacht voor zijn huis. Weet je, deze week was er een shocking onderzoek. Misschien hebben jullie het allemaal wel meegekregen. Maar dat voor het eerst in Nederland onder de 50%, dus minder dan de helft, mensen actief iets met een religie doen. En dat is nooit zo geweest hier in Nederland. En dat is shocking. Des te meer hebben wij hier een taak te verrichten. Hier als kerk, hier als persoon, in jouw wereld, op jouw werk, in jouw straat. Het wordt alleen nog maar belangrijker wat we met elkaar aan het doen zijn. En zo grappig, de Den Haag FM, die belde ons en onze communicatiepriester Hanna, die hebben we daarvoor aangenomen. Die heeft een interview met hem gehouden en dat werd meteen uitgezonden. Ik vond het echt fantastisch knap hoe ze dat deed. Dat echt super goede antwoorden en echt prikkelend dat die man op een gegeven moment ook zei, nou, het klinkt zo gezellig, misschien kom ik ook wel eens langs. Zei ze, nou, dat moet je vooral doen. En daarna hebben ze ook nog, toen het liedje weer ging spelen en zo, nog even lekker doorgekletst. En wie weet gaat hij ook gewoon echt komen. Maar het is zo bijzonder. Ik zei tegen Hanna, wauw, weet je, dit heb je echt zo knap gedaan. En ze zei, ja, maar hoe kan ik anders dan enthousiast over mijn kerk zijn? En toen dacht ik, ja, hoe kan ik anders dan enthousiast zijn over mijn kerk? Erik, geef je het applaus even door aan Hanna. Maar ik hoop dat we allemaal dat hebben. Dat je allemaal denkt, hoe kan ik anders dan enthousiast zijn over mijn kerk? En als het goed is, hebben we het artikel ook even, als je nog even wil nazoeken of nalezen, kan je altijd op Den Haag FM, Welcome Home City Life Church, onze eigen website stond erop. Echt super cool. Maar ik geloof dat God wil dat er elke zondag zoiets gebeurt bij jou. Ik geloof dat hij het zelfs elke dag wil.
dat je gewoon je dag begint met God, net zoals je je week begint met God. En niks is een wet, maar het is gewoon iets wat jou kan helpen. Jouw EHBO-kit voor dit leven. Dat je elke dag met God begint. Als je je ogen opent, dat je zegt, dank u Heer voor deze dag. Misschien heb je goed geslapen, misschien heb je helemaal niet goed geslapen, maar dat je zegt, Heer, dank u wel. Er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. En weet je, dat je na een dienst kan zeggen, wat heeft jou geraakt? Als er niks is wat jou heeft geraakt, dan zou ik daarvoor gaan bidden. Want God heeft altijd iets voor jou gepland. Om jou te ontmoeten. Om iets te raken in jou. En het is zo bijzonder als je ook achterin staat en probeer altijd een beetje bij de deur te staan. Wat mensen dan zeggen. De een is geraakt door de getuigenis. De ander door de dingen die in de liederen van de worship zijn gebeurd. Soms zeggen mensen tegen me, ja, ik weet niet precies wat het was, maar ik moest gewoon huilen. Het raakte me. God wil hier iets aan je geven. En als je dat niet meer hebt, dan zou ik daarvoor gaan bidden. Want dat is wel Gods plan voor jouw leven. Heer, ik wil dat weer terug. En soms kom ik hier binnen en dan gaat het allemaal vanzelf. Dan denk ik, oh, wat een lieverd is dat. En oh, wat een fantastisch team is dat. En oh, wat geweldig. En een andere zondag, ik weet niet wat er dan gebeurd is, maar dan denk ik, oké. Nou, weet je, misschien hebben jullie dat niet. Ik zei al, ik ben waarschijnlijk heel zondig, jullie niet. Maar soms gaat het vanzelf. En soms gaat het niet zo vanzelf. Dat hebben we allemaal. Maar wat je dan daarmee doet, maakt het verschil. Als ik zo'n dag heb dat het niet zo vanzelf gaat, ga ik expres een beetje in de welcome lounge met mensen praten. En dan denk ik, wauw, ze waren echt geraakt door deze dienst. En dat raakt me dan weer. Dan ga ik maar naar iets op zoek. Want ik geloof dat God altijd iets heeft. Of dan ga ik bij het kidsteam, daar zit ik tegenwoordig ook weer in. Het is echt fantastisch om kidswerk te doen. Het is niet heel makkelijk, maar het is wel echt super gaaf. Kinderen zijn zo eerlijk en zo oprecht. Maar ook daar, weet je, hoor je wat God doet. Als je dat niet meer hebt, ga er naar zoeken. Want God wil het je altijd geven. En ik zeg altijd, je moet eigenlijk een beetje een gezonde FOMO ontwikkelen. FOMO, voor de mensen die dat niet weten, ligt aan je generatie. Dus dat verklapt iets over je leeftijd. Ik probeer altijd een beetje jong te blijven, maar lukt me ook niet altijd meer. Maar FOMO betekent fear of missing out. Het heeft vooral met Instagram en Facebook en al, zijn altijd bang om iets te missen. Maar ik geloof dat er ook een gezonde FOMO is. Dat je gewoon bij wil zijn wat God doet. Mensen zeggen wel eens, ja, ga je dan altijd twee diensten? Ja, want ik wil niet missen wat God doet. Moet dat? Nee, je moet wijs zijn. Wat kan voor je gezin? In welk seizoen? Wat kan voor je werk? In welk seizoen? Maakt me niet uit. Je moet wijs zijn. Maar een gezonde FOMO is wel belangrijk om te ontwikkelen. Heer, ik wil weten wat u doet. Dus mijn eerste punt, je eerste hulp. Zoek God. Zoek God in jouw beslissingen. Kom in zijn huis. Nou, jullie doen dat al, dus dat is hartstikke goed. Maar betrek hem in alles wat je doet. En dan de tweede, kan je al raden, is de H. En die staat voor hulp. Ik geloof dat we eerst God hebben, maar dat God ook hulp wil geven. En dat wil hij geven door de mensen om jou heen. Jezus is gekomen om deze wereld te redden, maar hij heeft mensen gegeven om jou te herstellen en verder te brengen. En ik heb daar best wel lang over na moeten denken. Want ik dacht, nou, zo voelt het niet altijd dat mensen er zijn om mij te herstellen en verder te brengen. Ik heb ook wel eens wat andere ervaringen. Maar toen las ik een stukje, Mark Twain had dat geschreven. En die zei, als een kat op een kachel gaat liggen en die is heel heet, dan gaat hij nooit meer op die kachel liggen. Nou, dat is heel slim, want dan verbrandt hij zich niet nog een keer. Maar hij gaat ook nooit meer op een koude kachel liggen. En kattenliefhebbers weten dat voor een kat het heel fijn is om naar buiten te kijken, op de vensterbank, bij de verwarming. Dus die kat die mist ook een heleboel. Doordat hij één vervelende ervaring heeft gehad en zichzelf daarvoor wil beschermen, gaat hij ook niet meer naar de koude kachels. En zo is het bij ons ook. Zo vaak willen wij onszelf beschermen, terwijl God vraagt, ga het met mij aan. Weet je, ga opnieuw proberen. Ik heb iets moois in relaties gelegd. Ik heb daar een plan mee. God heeft community bedacht, zodat je verder kan komen. En je karakter mooier wordt. En ik heb over de jaren heen heel wat connectgroepen gehad. En ik heb heel wat dappere mensen leren kennen. Er waren meiden in mijn groepen die echt bijna dood gingen om daar in de lounge tussen de mensen met mensen te gaan kletsen. En toch
hebben ze het gedaan. Stap voor stap. En het was niet altijd makkelijk. En niet elke week gingen ze blij naar huis. Maar ze hebben doorgezet. En als ik hun nu zie, na een paar jaar, dan ben ik zo trots op ze. Je leert het juist door het te ondergaan. En vertrouw God boven mensen. Weet je, hij heeft connectgroepen gemaakt, verbindingen om je verder te helpen. En de grootste uitdaging en de grootste zegen zitten in menselijke relaties. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik vind menselijke relaties, vriendschappen, het meest ingewikkelde wat er bestaat. Sommige mensen zeggen, nou, maar jij bent er goed in. Nou, ik denk dat voor iedereen geldt, het is gewoon retenmoeilijk. Het weet je, je doet je best en je denkt dat je doet wat je kan, maar het gaat lang niet altijd goed. Maar dan nog, weet je, heb ik wel eens tegen God, ja Heer, en ik zei het toch en het gaat weer mis. Maar Heer, ik vertrouw u. U zal me altijd, weet je, voor wat ik doe, mijn best doe, zal u me altijd weer iets nieuws voor teruggeven. En als ik over mijn leven kijk, is dat ook altijd gebeurd. En vanmorgen, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, had Joop, voordat hij ongeveer nog wakker was, had hij zijn telefoon al in zijn handen. Daar hebben wij een afspraak over gemaakt bij mij, want ik was nogal erg met mijn telefoon. Ik hou van mensen, dus ik wil alles volgen en zo. Dus we hebben afgesproken, de telefoon ligt beneden. Nou, ik denk dat we nu een nieuwe afspraak moeten maken, dat ook die van Joop beneden ligt. Maar vanochtend had hij iets heel goeds. Hij had namelijk een quote, die komen ook langs. En daar stond, goede mensen zijn overal. Maar als je er geen kunt vinden, wees er een. En ik denk dat dat geldt hier in de kerk, in jouw connectgroep. Weet je, ga er eerst een zijn. Ga gewoon naar een connectgroep en denk, weet je, ik ga daar gewoon een goede connectlid zijn. Ik ga gewoon een vriend van iemand worden, ook al vind ik het doodeng. God, u weet het. En u zal met mij deze vriendschap aangaan. En misschien gaat het wel mis. Dat kan. Maar God is daarbij. En zal je altijd meer waardevols daarvoor teruggeven dan dat er misschien misgaat. En ik zei net al, Joop leest een heel mooi boek van Ben Tichelaar. En daar stond in dat 5% van ons gedrag is een bewust gestuurd gedrag. Dus 5% van alles wat wij doen, daar denken wij over na. 95% is een onbewust gestuurd gedrag. Bestuurd gedrag. Dat betekent dat we 95% van de dingen die we doen, gewoon doen omdat we het zo gewend zijn, of omdat het automatische piloot is, of hoe je het ook wil noemen. En dat is nou precies de reden dat we mensen nodig hebben. Want als we willen groeien, of iets, weet je, daarin willen verbeteren, die andere mensen, die zien wel die 95% die wij niet in de gaten hebben. En die willen je daarmee helpen. En er is niks zo veilig als dat in een zondagdienst waar mensen het beste met je voor hebben, gaat het altijd goed? Nee, maar we gaan door seizoenen heen en we blijven op God richten en op hem vertrouwen. Maar er is niks zo veilig om het in zo'n community gewoon weer aan te gaan en die stappen te nemen. Er staat in Psalm 55 vers 2, come close to me and give me your answer. Weet je, vaak geven we onze antwoorden, wat wij prettig vinden en wat wij veilig vinden. Maar God heeft antwoorden. En zijn antwoorden zijn naar zijn kerk komen, een connectgroep bezoeken, in een team een verschil maken. Dat zijn zijn antwoorden om jouw leven te bouwen. En we waren met de pastors op Eurolead, een mooie conferentie. En er was een onderzoeker, en ik weet niet hoe ze dat onderzocht hebben, maar hij zei, elke dag geïnvesteerd in een relatie staat gelijk aan 50 dagen in een klaslokaal leren over relatie. 1 dag bewust investeren in een relatie staat gelijk aan 50 dagen daar wat over leren. Weet je, God wil gewoon dat je actie onderneemt. Dagelijks, wekelijks, probeert je leven met hem te bouwen. En hij zal altijd aan je zijde komen. En pas geleden was John Burns hier. En hij zei, zeker in menselijke relaties is het easy to run, but stay. Het is soms zo makkelijk om te denken, ja, en nou gooi ik de deur dicht en nou ben ik er klaar mee. Maar blijf,
Want je zal altijd zien dat God aan de andere kant een veel grotere zegen heeft dan jij ooit had gedacht. En de dingen waar jij doorheen gaat, ga je zo'n grote zegen voor een ander zijn. Als niemand door die dingen heen gaat, wie kan dan nog iemand helpen in deze wereld? Ga er doorheen. Leer om een gesprek te hebben. Om gezond je emoties te ontwikkelen. Want dat geeft heling. Daar waar het pijn deed, juist daar wil God je genezen. En dat is bijna altijd via menselijke relaties. Reis uit boven je pijn. Boven de dingen die verkeerd zijn gegaan. En vertrouw God weer opnieuw. In Jacobus 1 vers 5 staat, komt één van u wijsheid tekort. Nou, in menselijke relaties kom ik zeker regelmatig wijsheid tekort. Vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder twijfel, zal u wijsheid geven. Weet je, leg je beslissingen, je dilemma's, de dingen die je moeilijk vindt, leg het bij God. Leer om je hart goed te houden en open te houden. En dan heb je wel een slimme truc, want ik weet dat Pas Mathilde heeft me iets heel goeds geleerd. Ze zei, jouw hart moet altijd goed zijn. Maar als iemand met naaldhakken of kisten, voor de mannen, over je hart loopt, hoef je dat niet steeds te tolereren. Dat is dom om dat te doen. Maar wat je wel moet doen, is jouw hart goed houden. Weer het aangaan met iemand die God in jouw leven brengt. Weet je, vergeven als dat nodig is. God wil ons steeds weer verder brengen. En hij wil dat het gevecht wat wij hebben, dat zijn gevecht wordt. Dat je zegt, Heer, ik laat het los. Ik geef het aan u. Wilt u het voor mij regelen? Want God wil de dingen voor jou regelen. En dat staat in de Bijbel, in Jeremia 30, vers 17. Ik zal je wonden helen, ook al noemt men je verworpenen. En in Psalm 55. Peace will be my portion. Weet je, God heeft een goed plan voor jou. Maar dan moet je hem daar wel in betrekken. Wel je EHBO toepassen. En dan komen we bij de B. Want we hebben al de E, de H en de B. Om even de lijn vast te houden. En de B staat voor belemmeringen. Weet je, er zijn ook belemmeringen onderweg. Vorige week heeft Pastor Erelt het over de fanfare gehad. En over negatieve en positieve gevoelens. Echt een super, super goede preek. Als je die niet hebt gehoord, zou ik zeker aanraden nog even via livestream terug te luisteren. Maar er zijn belemmeringen die de basics van het leven proberen aan te vallen. Die proberen dat je elke week weer naar het ziekenhuis zou moeten. Maar als je dat in de gaten hebt en als je je EHBO-kit daarop toepast, dan hoef je niet op die manier te leven. Van pleister naar pleister en van verband naar gips. En weet je, God wil een goede basis leggen, zodat dat niet nodig is. En ook in het boek van Ben Tichelaar stond, dat weet iedereen, dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Dat is iets wat algemeen bekend is. Maar wat hij zei, en wat niet algemeen bekend is, is dat de zwakste schakel in ons eigen leven is vaak ons eigen gedrag. En daar wil God mee aan de gang. Om jou steeds sterker te maken. Om in je gedrag de dingen te herkennen die jou belemmeren, die je lastig vallen. En dat betekent voor ons werk aan de winkel. En ik heb een fragment meegebracht. Ik was van de week altijd kerstvakantie. Kijk je altijd iets meer tv, tenminste ik wel. En er was een heel interessant programma. En dat heet NPO 3 onderzoekt haat. Is sowieso super interessant. Maar er was een stukje in wat mij heel erg raakte. En daar komen sowieso al twee belemmeringen, grote belemmeringen in voor. Dus we gaan daar even naar kijken. En we vallen in een stukje een gewone man die in een burenruzie verzeild is geraakt. Hij was 10 jaar goed bevriend met die buur, maar er is iets gebeurd en het is niet echt goed gegaan. En mij raakte het dat deze gewone man, wat met hem gebeurd is. En de psycholoog legt daar iets over uit, wat volgens mij voor ons allemaal heel waardevol kan zijn. Dus laten we even kijken. Ben je veranderd? Ik ben heel veranderd, ja. 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 Ja, die. Ja. Ja? Ja. Wat is er veranderd? Nou, geen lol meer in het leven. Je ziet alles zwaar in. Onvoorstelbaar. Ja, had ik nooit kunnen denken dat je iemand zo kan haten.
Maar die man heeft mij wel zo ver gedreven. Maar nu is de buurman weg. Ja. Maar eigenlijk heb jij ook net zo hard verloren. Ik heb ook verloren, ja. Wat interessant is aan haat is dat als haat geen functie meer heeft... en het leidt helemaal niet tot een strijdvaardigheid waar je iets aan hebt... dat het dan op een gegeven moment een vorm van chronische stress is. Het voedt jou, het gevoel van onbehagen, dat je niks kunt doen, machteloosheid. Je hebt geen controle over de situatie. Het is net als met angst. Op een gegeven moment dan raak je eigenlijk uitgeput. En dat doet de chronische stress met je. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk je weerstand ondermijnd wordt. Je voelt je steeds minder lekker. Je geheugen wordt ook steeds minder. Dus het brengt allerlei psychologische schade met zich mee. Zo, dat is toch wel wat. Ik zat dit programma te bekijken en sowieso is het een heel interessant programma. Maar een stukje eerder legde de psycholoog ook uit. Hij liet gewoon letterlijk zien, als er liefdevolle dingen werden uitgesproken, wat er in jouw hersenen gebeurde. En je zag heel vredevol, prima hersenen. En dan ging hij daarna bij iemand die haat of boosheid had. En die hele hersenpan die werd gewoon geel. Het was gewoon één chaos. En toen dacht ik, wow, wat is dit heftig, weet je? God wil bepaalde belemmeringen niet als wet, oh, je mag niet boos zijn. Nee, hij wil je beschermen, zodat het goed met je gaat. En daarom zegt hij, vergeef, laat los. Niet om jou te pesten, maar om je te helpen. En zo zijn er een aantal belemmeringen. We hebben deze al gehoord, boosheid en haat, waar de Bijbel heel duidelijk over is. In Efeze 4, als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Hij zegt dat voor jou, om jou te helpen. Jouw EHBO-kit is de Bijbel. Weet je, hij wil jou beschermen. En dan in Jacobus 1, ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. En er zijn zelfs mensen in dit programma die bijvoorbeeld door iemand, een dronken bestuurder, 2 kinderen is kwijtgeraakt. Dan is het normaal dat je boos bent, dat er haat omhoog komt. Maar God wil je leren, hoe kan je verder leven als er zulke heftige dingen gebeuren? Want God wil altijd een oplossing geven. Tuurlijk is het logisch als je soms boos bent. Ik word ook wel eens boos. Ik weet nog een paar jaar geleden, niet hier in COC, maar gebeurde er iets op mijn werk en het was de laatste schooldag. En ik dacht, oh, weet je, we hebben alles gehad. Laatste dag en toen werd ik gebeld dat mijn school was overstroomd. En toen dacht ik echt, ook dat nog. En ik gooi mijn telefoon gelukkig op mijn bed. En ik schrok van mezelf. Ik dacht echt, ik gooi gewoon spullen. Wat gebeurt er hier met mij? Weet je, gewoon normale mensen, ik reken mezelf onder normale mensen, kunnen soms best boos worden. Weet je, maar God wil daar iets mee. Het is niet erg als het gebeurt, maar wat doe je ermee in je dagelijkse, wekelijkse acties, zodat het goed gaat in jouw leven? Hebreeën 10, vers 30. We kennen immers degene die gezegd heeft, het is aan mij om te wreken. Ik zal vergelden. Weet je, laat het los bij God. Psalm 47. He is the one who make conflicts end. Weet je, mag God jouw conflicten, jouw problemen, jouw moeites van je overnemen? Ik geloof dat God dat wil, om jou gezond te houden. En God weet dat die negatieve gevoelens zo gevaarlijk voor ons kunnen zijn. En hij had het ook over angst. Angst is net zo goed, zo'n gevoel. Angst is zo gevaarlijk. En God vraagt, geef het aan mij. En ik geloof dat tegenover angst staat geloof. Dat is het tegenovergestelde van angst. Als je angst wil aanvallen, moet je daar geloof tegenover stellen. Wat God zegt. Hebreeën 11. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde. Weet je, door geloof kan je angst te lijf gaan. Psalm 46. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in nood. Daarom vrezen wij niet. Weet je, en we staan aan de week van Halloween. En nou weet ik dat daar verschillende dingen over zijn. En ik vind het als kerk altijd belangrijk om gewoon mensen in ieders waarde te laten. Ik geloof dat we vroeger als kerk al genoeg hebben gezegd, dit mag wel, dit mag niet. Ik geloof niet dat God wil dat we zo leven. Ik geloof wel dat hij ons wijsheid geeft. En ik ben zelf jaren leerkracht geweest. En ik heb gezien dat in de periodes van Halloween of met griezelfilms of griezelboeken, dat echt wat met kinderen deed. Ze gingen meer in hun broek plassen. Ze kregen meer nachtmerries.
nachtmerries en soms pas jaren later. Want net zoals met kinderliedjes, die soms nog bij je opkomen van vroeger, kunnen ook fragmenten en beelden gewoon bij je opkomen. En ik was gisteren op de manege samen met mijn kinderen en Tim zag daar zo'n bakje liggen met allerlei soorten nep afgehakte lichaamsdelen. En die zei, mama, ik ga er echt niet naar kijken, daar krijg ik echt nachtmerries van. En ik dacht, ja, ik geloof dat dat zeker zo kan zijn. En ik heb ouders op gesprekken gehad die zeiden, ja, wat ben je voor watje juf, dat ze niet griezelboeken en zo. En die aan het einde van het jaar me kwamen bedanken. Dank je wel. Het gaat echt beter met mijn kind. Misschien heeft het toch wel wat correlatie met elkaar. Weet je, ik zeg niet je mag wel, je mag niet. Maar wees wijs. Waar vul je jezelf mee, je kinderen mee? Is dat met liefde? Is dat met geloof? Met Gods wijsheid? Wees daar bewust in. En de derde is twijfel en onzekerheid. Weet je, God wil niet dat je twijfelt en onzeker bent over jezelf, over de dingen die je doet. Hij wil je zekerheid geven. En weet je, in zijn woord staat Jacobus 1, vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. En in Hebreeën 10, leg de onbeschroomdheid, het vertrouwen, niet af. U zult er ruimschoots voor worden beloond. Weet je, God is een goede God. Hij wil dat het goed met je gaat. En hij wil alle belemmeringen weghalen. En ik kreeg van Bart, onze Alpha man, hè, kreeg ik een artikel van Anouk. Nou, we zijn heel trots op Anouk. Dat is natuurlijk een Haagse zangeres. En er staat in het voorwoord, ze heeft ondanks haar ruige imago juist een hekel aan boosheid en negativiteit. En zij schrijft het volgende. Anouk is niet gelovig opgevoed. De Bijbel was er niet altijd in mijn leven. Een jaar of 12 geleden dacht ik, er moet meer zijn. En ik ben begonnen met lezen. Ik weet nog dat ik vaak dacht, tjonge, wat is dit mooi geschreven? Dit klopt gewoon. Ik vond veel herkenning in de Bijbel. De belangrijkste boodschap die Anouk uit de Bijbel haalt is een positieve. Een van vergeving. Dit is wat ik mijn kinderen probeer te leren. Als iemand wat fout doet, is dat oké. Het is vervelend, maar kwaad blijven is zo zonde van je energie. Boos blijven heeft geen zin. Je moet altijd proberen te vergeven. De Bijbel is voor mij het boek van de vergeving. En dat vind ik heel mooi. Ik geloof dat God wil dat wij al die belemmeringen loslaten bij Hem. En is dat makkelijk? Nee. Is het het beste om je leven gezond te houden? Ja. Dus ook bij de EHBO hoort deze thuis. En dan de laatste, de O. Oplossing. Ik geloof dat God ons als oplossing heeft gemaakt. Hij heeft jou als oplossing geplaatst op jouw werk. In jouw straat. Jij hebt een doel in je leven. Een plan wat God voor jou heeft gemaakt. En soms zijn mensen zo bezig wat met allemaal nog goed moet gaan. En dat ze niet zondigen. Of ik geloof als je Jezus aanneemt, Hij heeft voor je zonde betaald. Dat is niet waar we mee bezig moeten zijn. Waar we mee bezig moeten zijn is een doelgericht leven leiden. Wat wil God nog met mij? Hoe kan ik een verschil maken deze dagen, deze weken? Ik geloof dat God elke dag een plan met jou heeft. Hij maakt elke dag een nieuwe dag om jou daarin iets te geven. En weet je, wij zijn de oplossing. Wij kunnen een verschil maken. En waar maak jij op dit moment een verschil? Welke situaties worden door jou anders? Ik geloof dat God dat wil door jou heen. Dat wij steeds meer een oplossing zullen zijn voor deze stad, voor de mensen om ons heen. En we werken met elkaar in teams, omdat we een verschil willen maken. Ik ben heel trots in de teams, weet je, die hier elke zondag zorgen dat het allemaal goed gaat. En dat willen we in de kerk een verschil maken. En dat gebeurt ook elke week. Maar dat willen we ook buiten de kerk. Weet je, in jouw leven, in jouw wereld, in de projecten die we met elkaar doen. En er staat in Psalm 8. U hebt hem bijna een God gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen. En alles aan zijn voeten gelegd. God heeft het aan ons gegeven. Om een verschil te maken in deze wereld. Om iets te veranderen in de levens om jou heen. En ook in Psalm 46, als het goed is, ken je die allemaal nog van Vision Sunday 2 jaar geleden.
Een rivier wijd vertakt verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Weet je, God wil dat wij met onze talenten een verschil maken. Een oplossing geven. En ik zag van de week, dat is het laatste filmpje wat ik laat zien en dan sluit ik ook af. Zag ik een filmpje, nou eerlijk gezegd, Joop zag een filmpje. En we dachten, dit is zo inspirerend. Het is gewoon een oplossing in een stad waar iemand dacht, laat ik eens een verschil maken. En ik hoop dat het jou inspireert om te kijken, wat kan ik vandaag of in deze week aan verschil maken? Kijk even mee. Lieve Vader, dank u wel. Dank u dat u een goede God bent. Dank u dat u ons wil helpen om een EHBO-kit zelf toe te kunnen passen. Heer, dat we eerst in alles u zoeken. Heer, u hebt oplossingen die wij niet hebben. Heer, dat u mensen om ons heen zet. Heer, die ons verder kunnen helpen. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, we bidden u dat de belemmeringen die ons in de weg staan, dat we die samen met u en de mensen die u om ons heen geeft, aangaan. Zodat we steeds sterker en beter zullen worden. Heer, we danken u dat dat niet alleen voor onszelf is. Ook voor onszelf. Maar dat we juist daarin ook een verschil maken in de wereld om ons heen. We danken dat u basisdingen neerlegt die ons leven sterk maken. Dank u wel. U bent een goede God en u doet goed. Amen.